Een hele goede zondagmorgen deze morgen. Welkom lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Oké, gym. Vandaag weer lekker in de gym geweest. Afgelopen week. Afgelopen vrijdag begonnen we al met een feestje. Nee, ik moet eigenlijk anders beginnen. In verband met werk heb ik afgelopen week woensdag en donderdag een middagdienst gehad. Van 1:30 tot 10. Dat zijn rare uren. Maar goed, dat is nou eenmaal een beetje met het werk verbonden nu. Dus daar kan ik niet onderuit. Wel in verband met de vakantie dat we iets meer van dit soort dagen draaien. Normaal gesproken proberen we ons alleen maar in te plannen op het moment dat er mensen te weinig zijn. Wij als huismeesters. Maar ja, het zij zo. Oké, dan vrijdag. Vrijdagavond, feestje gehad. Met een frietkar. Nou goed, dat probeer je natuurlijk op in te houden. En dat heb ik ook gedaan. Dus dat is een goede zak. Gisteravond, oefenwedstrijd. Overigens moet ik zeggen, met het voetballen, ik vond het weer geweldig om er te zijn. Om de jongens weer te zien spelen, lol te maken. Want we hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen Bennekom. En is gelijk geworden. 2-2. Oké, daar kun je het een en ander van vinden. Dat is nou in zoverre het nadeel dat je dus niet ook de training meemaakt. Dus hoe dat de training gaat en zo. Maar ik zie wel dat er zit wel lekker vuur in het elftal. Dus is leuk om te zien. Daarna hadden ze gepland om een teamuitje te doen. Eten bij Sint-Anneke in Nijmegen. En dat was gezellig. Dat was echt serieus gezellig en leuk en fijne avond gehad. Dus het was helemaal prima. Natuurlijk ga je dan ook weer denken van hoe doe ik dat dan morgen vroeg? Nou, ik was vanmorgen vroeg weer op tijd wakker. Ik ging om 1:30 naar bed. Ik moest na het feestje nog mijn dochter ophalen. Die was toevallig in Hattad bij een vriendin van haar op visite. En die had mij al van tevoren gebeld van god, kun je mij dan ophalen? Natuurlijk doe ik dat. Dat is een beetje wat vaders doen dan. Dus ik ging pas om 1:30 ging naar bed. En vanmorgen om 7:30 was ik al wakker. En toen dacht ik van, laten we maar weer eens gaan. Dus, weer lekker in de gym geweest. En dat ging lekker. Ondanks dat het dus dan zeg maar later was geworden. Ik had gisteren bij het eten 2 kleine biertjes op. En daarna alcoholvrij. Dus wat dat betreft, nee, ik heb me, naar mijn gevoel heb ik me aardig ingehouden om ook een beetje hier aan te denken. Een beetje aan mijn buik. Want ik wil dat toch minderen. Dus ja, dan moet je niet alles gaan eten. Alleen, dan komt het volgende probleem. Vanmiddag hebben we weer een feestje. En we gaan eens doen? Barbecuen. Fuck. Ja. Oké, barbecue aan zich is natuurlijk niet het probleem. Want al het vlees dat wordt natuurlijk gebarbecued, dus al het vet eruit eruit. Dus dat is relatief mager, gezond-achtig iets. Alleen die verdomde sausjes, die maken het dan weer zo vervelend. En die zijn altijd zo lekker. Die zijn altijd zo lekker. Maar goed, oké, dat is dan voor vanmiddag. Dus ik heb vanmiddag nog een uitdaging qua eten. Ik moet daarmee opletten, anders gaat het weer fout. Dus, fingers crossed, of dat ik het ga volhouden. En natuurlijk ben ik er zelf bij. Ik stop het zelf in mijn mond, ik schep het zelf eventueel op. Dus ja, wat dat betreft zou dat moeten lukken. Maar, ik wil natuurlijk niet helemaal helemaal niks gaan eten. Ik heb aangegeven dat we komen, met hoeveel personen dat we komen, dus reken dat een beetje op. En dat dus. Dus we zullen wel zien vanmiddag. Wachten we af. WWA zijn ze vroeger wel eens. We wachten af. Nou, dan ben ik alweer bijna thuis. Dan zit er alweer op. Dan heb ik mijn praatje alweer gehad. En gisteravond waren natuurlijk een aantal jongens
die dit dus weten, die waren natuurlijk aan het rondbazuinen bij de nieuwe jongens dat ik dat doe, dat ik dit doe. En ja, ik vind het gewoon leuk. En ja, dat is misschien voor sommigen staat dat misschien een beetje raar, zo van wat bedoel je nou? Maar ja, ik weet niet. Ik ben het een paar jaar, of ja, zeg maar 2 jaar geleden ongeveer gestart en ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Om dit gewoon ieder zondagmorgen eventjes met jullie te delen. Wat zo'n klein beetje de afgelopen week is geweest. En ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. Dus, nou, ik ben weer thuis. Dus, ook voor de nieuwe jongens, even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Dan kom ik, ik heb er niet veel. Maar dan, ja, dan gaat mijn abonnees gaan natuurlijk omhoog dan. Hè. Dat is natuurlijk logisch. Want op zich, als ik dan ga kijken dat je nou bezig bent, natuurlijk. Hè, ik vraag niet heel veel van bepaalde dingen dat ik tegen 1000 abonnees ga halen. Het zou heel apart zijn als mensen van mij zoveel abonnees gaan worden. Maar goed, you never know. Maar zo langzamerhand zie ik wel een aantal abonnees erbij komen. En dat is gewoon leuk. Dus. Vandaar. Nogmaals, duimpje omhoog, abonneren. Zie ik je de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Ciao.